Welkom weer in de Ransbak. Ja, die Sinterklaas die is dus nu een poosje weg. Hij heeft het zo achtergelaten. Nou, ik weet niet wat voor klusklaar dit was geweest. Maar het ziet er gewoon niet uit. We gaan verder met die kerstboom. Je staat zeker alles nu voor om schoon te maken. En dan komt hij volgens mij komt hij weer terug. Of tenminste, dan ben ik nu aan het schoonmaken. Ben ik zo meteen klaar. Vlak voor de kerst komt hij weer terug. Dan is het weer zo achter. Man, hey. Ik had er wel iets meer van deze beste man verwacht. Ik denk dat Paul kan nog een beetje smeren, denk ik. Oh, Rudolf is ook wakker. Ik denk dat het wordt eigenlijk de volgende opdracht. Maak Rudolf schoon. Echt. Die lights heb ik allemaal nu klaar dan. Ik zal even kijken hoor. Heb ik nou al die lights klaar nou? Dus met light? Ja, die zijn allemaal nu klaar. Die is ook oké, top. Ik kom eigenlijk tot hier wel dan even gaan schoonmaken vandaag. Ik weet niet tot hoe lang dit nog loopt. Kijk, dat het dak was. Nou, tot zover gedaan. Dus dan moet ik dan zo in dat stukje dak weer doen. En dan kom ik dan weer net weer niet bij. Maar dan kunnen we misschien hier weer op gaan staan. Er zijn genoeg punten waar je even op kunt staan. En dan kom je er ook nog niet bij. Nee, top jongen. Heerlijk. Kom ik er nog steeds niet bij. Waar kom je er dan wel bij? Je komt er nergens bij. Waarom kom ik hier nou weer niet bij? Nou, dan moeten we eens met het trapje werken zeker. Ik snap ook al waarom je dit ook zo smerig achterlaat, want je komt er gewoon niet bij. Nergens. Kan ik hier misschien op staan op deze dingen? Kijk hoor. Wat mooi zijn dat je dan niet te veel hoeft te klimmen. Te veel moet gebruik moet maken van de trappen hier zo. Ah, ik ben er bang voor. Wel een beetje te stromen hier of zo toch. Kijk, nu kan ik hier op staan. Dat misschien wel. Ah. Nou, ik kan je wel één ding vertellen. Die borrelsom van het huis kan hij mooi vergeten. Die clown. Echt. Een man in het rode pakkie. Man, hij maakt er een zootje van. Oh. Ja, het rode pakje. Als het pakje net zo zwart was als wat ik daar nog net schoon heb gemaakt. Heeft u een zwart pakje aan nou?
Lansbak. Echt. Nou, de video's heb ik opgenomen op tweede kerstdag. Ja, moet je anders doen trouwens. Ja, je kunt naar een woonboulevard, of je kunt een auto zoeken. Of je maakt gewoon huisjes schoon van de kerstman. Het is nu even een klein projectje, het is gewoon een project. Alsof hij een poepparty gauw heeft of zo. Mag ik dat wel zeggen trouwens, een poepparty? Ja, kan ik wel gewoon zeggen. Goh, we smeren de poep even lekker tegen de muur aan. Plots, oeh, lekker hoor. Ik wil gewoon ook helemaal niet weten wat er eigenlijk aan die muur vastgeplakt zit. Het is dan ook groen, dus dat is meestal ook geen goed teken. Als het iets niet groen is, iets wat groen is, is mij beleven wordt nooit goed. Nou, hij mag bij wel gaan pingen als je niet erg bent. Of moet in de muur gedaan worden of zo? Is het die wol? Nou, inmiddels zijn we alweer 9 minuutjes onderweg. Dus ik denk dat we het maar weer gaan stoppen. Oh, maak er even stap, oké?
Jimpie zegt. Wanneer gaat hij dan een keer wanneer gaat hij dan een keer pingelen, dat ding? Man, oh man, hè. Nou, ik ben bang dat hij nog niet gaat pingelen, denk ik. Zullen we nog smeren, trouwens. Jee. Jee. La, wat was nu al klaar? Ik is op helemaal niet nog 16 schoon. Ding is nog 16 schoon. Hoe kan dat? Ook bovenop nog. Top. Ja. Nu is het schoon. Maar dit is dan nog niet schoon, hè? Oh, dit is één deel. Oh, oké. Okay. Dit is die wand. Die wand is ook nog steeds niet schoon. Die wand loopt ook door, dus zie ik. Die wand loopt door tot aan daar. Oh, oké. Okay. Nou, vergeet even niet om te abonneren, maar hè? Hier loopt de bubbel op de hoogte. En wij zien elkaar weer bij een nieuwe kersthuisje poetsen. Adios, de groeten toedels, dikke dag, mooi.